De lente is niet alleen het jaargetijde van fluitende vogels en bloesem, maar ook de tijd van het jaar waarin belasting betaald moet worden. Zo moeten huiseigenaren weer de OZB, de onroerend zaakbelasting, betalen. Deze wordt gebaseerd op de WOZ-waarde van je woning. Maar wat de WOZ-waarde is en hoe die berekend wordt, is voor veel mensen nog een raadsel. De WOZ-waarde, de afkorting, die verraadt het eigenlijk al een beetje. Dat is de waardering onroerende zaken. En daar wordt onder andere wat dingen daarmee bepaald. En dat is met name belasting. Maar dat is het eigenlijk altijd het eerste wat mensen voorbij zien komen. Goh, op de WOZ-waarde, daar wordt mijn belasting over bepaald. En daar moet ik over gaan betalen. Maar het wordt ook gebruikt bijvoorbeeld bij erfbelasting, bepalen van huurprijzen, dat soort dingen. Dus het is een breder iets dan alleen maar van, goh, de gemeente stelt mijn WOZ-waarde vast en daarover ga ik de belasting betalen. Opvallend is dat veel mensen dit jaar met een grote stijging van de WOZ-waarde ten opzichte van vorig jaar te maken kregen. De reden hiervoor ligt volgens Kevin aan het meetmoment. De WOZ-waarde die gaat altijd een jaar terug. Dus die wordt gewaardeerd op 1 januari 2022. En dan wordt het eikpunt is dan 1 januari 2021 tot 31 december 2021. En dan wordt eigenlijk gewoon gekeken van, goh, wat is verkocht in die tijd, hè, de woningen, wat is de prijs van die woningen. En daar wordt heel plat gezegd een gemiddelde van genomen. Dus het kan zijn, heel goed, zelfs nu de markt een beetje begint te stagneren, tot toch die WOZ-waarde stijgt, omdat je altijd achter de feiten aanloopt. Ja, want dus eigenlijk gaan we dat nu betalen voor de hitte op de woningmarkt die we de afgelopen jaar dan zagen. Ja, dat klopt. Alleen, dat mes snijdt ook aan de andere kant. Want je zegt zelf al terecht van, goh, die hitte, nou, die hebben we nu wel gehad. We lopen achter de feiten aan, dus over 2 jaar zouden we dan iets minder moeten gaan betalen, omdat dat gebaseerd wordt op nu. Het is ook mogelijk je WOZ-waarde aan te vechten via commerciële bureaus. Daar ontstond in de afgelopen week discussie over, omdat dit zorgt voor grote kosten bij de gemeente. Maar het kan heel goed zijn dat de buurman een uitbouw heeft met een garage en een dakterras heeft. En ik heb dat niet. Maar dan wordt wel dezelfde WOZ-waarde bepaald aangehouden. Dus die mensen die komen dan bij je langs, dat is even een aanname wat ik doe. En die gaan dan gewoon kijken en die doen dan een taxatie en die gaan daarmee aan de slag. Zelfs de staatssecretaris heeft nu aangekondigd het aanvechten van de WOZ-waarde aan banden te leggen. Wethouder Fokke, die verantwoordelijk is voor financiën, laat weten blij te zijn dat de staatssecretaris hiermee aan de slag gaat.